Een aantal partijen, waaronder NIDA, DENK, Leefbaar Rotterdam, PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SP, is tot de conclusie gekomen dat de wethouder niet conform het protocol ons proactief heeft geïnformeerd, ook geen blijk geeft dat ze de sensitiviteit of de empathie heeft om in een raadslid in te leven die zulke incidenten eerst in de krant moet lezen in plaats van een wethouder moet vernemen zoals volgens ons is afgesproken. Om die reden, voorzitter, dienden wij een motie van afkeuren in en niet een motie van wantrouwen. Die motie is al ingediend. Die kan je wat mij betreft maar één keer indienen. Dat hebben dezelfde indieners al een paar dagen geleden gedaan. Maar in dezelfde lijn waar het gaat om het informeren van de raad, keuren wij op dit punt duidelijk het handelen van de wethouder af. Juist ook omdat de wethouder geen blijk geeft. Absoluut geen blijk geeft, mijn definitiediscussies met ons strand, dat ze begrijpt wat wij hier bedoelen waar het gaat om het protocol. Eskes. Ik ben echt werkelijk waar wel geschokt over de sterke inflatie die onderhevig is aan het instrument van moties die een oordeel geven over de persoon van de wethouder. Oprecht ben ik heel benieuwd aan de heer, naar de heer Elouali of u nu toch echt goed kunt beargumenteren waar dit over gaat. Op al die incidenten die genoemd zijn in dat Telegraafartikel, daar is een verklaring voor gegeven van wat gemaakt heeft dat er een bepaalde afweging is geweest. En wat mij betreft kan ik die goed volgen, waarbij één, er sprake is van een natuurlijke dood, wat mij betreft een zeer redelijke argument is om daar geen melding van te maken. Er wordt nu op een bepaalde manier dingen bij elkaar gehaald, terwijl ik denk dat is echt onwaarschijnlijk. En u probeert nu, er is een debat aangevraagd over het Maastadziekenhuis, daar gaan we nu ineens van weg. Vervolgens gaat nu eigenlijk dit over van op welke manier er geïnformeerd is over die drie andere casussen. Dat komt er last minute in het debat ingevlogen en het lijkt wel alsof er hier sprake is van het koet-ke-koet elke vergadering in willen dienen van een oordeel over deze wethouder. Ik vind dat echt betreurenswaardig. Ik zou bijna in staat zijn om een motie van treurnis over de oppositie in te dienen of over de partijen die deze motie ondertekend hebben. Ik vind het echt werkelijk waar schandalig om op deze manier met de positie van de wethouder om te gaan. Wat u zegt, en dat stoort mij wel, want u zegt tegen mij dat ik hier dat ik erop uit ben om de wethouder onderuit te halen. Nou, dat is absoluut niet waar. Waar ik op uit ben, is dat een goede samenwerking en een goede informatie aan de raad. Daar ben ik op uit. En u bagatelliseert nu de oppositie, want u mag best een motie van treurnis indienen. Maar ik vertel u, dat slaat helemaal nergens op. Want wij zijn erop uit om gewoon volwaardig meegenomen te worden in zwaarwegende besluitvorming.